Hi iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je kan zien heb ik vandaag voor jullie een plantentour. En dat is omdat ik gewoon de laatste tijd helemaal into planten ben. Het heeft voor mij misschien wel ietsje langer geduurd als misschien bij Tara en Serena. Maar ik ben sowieso echt opgegroeid in een familie met heel veel groene vingers, heel veel plantenlovers. Al mijn ooms en tantes, als we op verjaardagen zijn, worden er op verjaardag altijd tips uitgedeeld. Stekjes worden er uitgedeeld, echt van alles gaat. Van de ene tante naar de andere oom en andersom. Dus ik ben echt gewoon opgegroeid in een hele soort van planten lover familie. En dat is er bij mij ook gewoon nu echt helemaal in geslopen. Dus het leek me heel erg leuk om voor jullie vandaag een plantentour op te nemen. Ik heb deze video ook al een keer voorbij zien komen bij Jenna Marbles. En ik vond die van haar ook heel erg leuk om te zien. Dus ik dacht, nou, ik heb hier echt ook al best wel veel planten verzameld. Dus die wil ik gewoon graag met jullie delen. Tara komt hier zo meteen om me te helpen filmen. En mocht je straks wat commentaar achter de camera horen, dat is Tara. Blijf ook zeker eventjes tot het einde van de video kijken. Want ik ga zo meteen in de outro nog even wat tips geven. Want ik heb 3 manieren om op, voor een heel weinig budget of misschien zelfs wel gratis, om aan nieuwe planten te komen. Dus dat deel ik eventjes een beetje aan het einde van de video. Hallo iedereen, jullie zijn weer in mijn huiskamer. En we gaan gewoon een klein rondje doen, want ik heb echt heel veel planten om te laten zien. En ik moet zeggen, Tara en Serena hebben echt groene vingers. Ik niet echt. Maar het is de laatste tijd wel echt weer gekomen. Dus ik ben helemaal enthousiast en happy. Vandaar deze plantentour. En we beginnen hier bij het allereerste hoekje. Dit is de Monsteria plant. Deze hebben Tara en ik allebei gehad van Serena. Serena heeft ook eentje, dus we hebben met z'n drieën dezelfde. En het is altijd een beetje soort van kijken, hoe groot is die van jou geworden? Hoe groot is die van mij? Welke doet het beter? Volgens mij zit ik er een beetje tussenin. Maar ik denk dat hij wel redelijk happy is. En ik heb het hoekje aangevuld met een van mijn nieuwste aanwinsten. Dit is de... Shit, ik ben het heel veel kwijt. Help. Wat was het ook alweer? Dat is de bananenplant. De bananenplant, jongens. Ja, het is een van mijn nieuwste aanwinsten. En deze is echt thriving. Want ik kocht hem met best wel een lelijk blad. Volgens mij deze of aan deze kant. Maar het was de allerlaatste. En ik dacht, ik moet deze plant gewoon hebben. En sindsdien heeft hij heel veel nieuwe planten erbij. Dus ik ben echt super happy. En ik heb hem in het superleuke plantenpotje trouwens staan. Deze is van de Casa. En die paste echt perfect. Ik vind het heel leuk met dat mini standaardje. En deze is echt happy hier. Dus... Ja, en ik zie ook dat je stekjes hebt hier. Oh, en daar zit je vast al... Daar zit ik een klein beetje op de azen. Op de azen. Oké, ik heb er 2 of niet. Dus ik zou misschien... Kijk, deze zit nog wel dichtbij. Deze zou ik misschien los kunnen halen. Dan kan ik jou een stekje geven hiervan. Ja, fijn. Dat zou ik heel fijn vinden. En ik heb hier altijd ook mijn gieter staan en mijn plantenspuit. Gieter is natuurlijk voor de grotere planten. Deze is gewoon van IKEA. En deze plantenspuit is volgens mij ook van IKEA. En die gebruik ik voor mijn kleinere plantjes die ik jullie straks laat zien. En verderop heb ik hier nog een andere plant staan. Hier kan ik helaas echt eventjes niet de naam van uitspreken. Maar deze heb ik gehad van Serena. Ja, deze heb ik ook gehad van Serena. Dat is wel echt heel erg leuk. En deze is ook echt immens gegroeid. Hij heeft nu zelfs bloempjes, wat echt wel heel erg vrolijk staat. En deze doet het ook echt heel erg goed. Dus ik denk dat het een heel mooi plekje is, omdat ik hier ramen heb, daar ramen. En ja, ik weet eigenlijk niet wat nog meer heel belangrijk is, maar volgens mij is licht wel belangrijk vaak. Ja, hoewel bij deze plant weet ik uit mijn hoofd, deze die heeft geen direct zonlicht nodig. Ja, dat is liever niet. Inderdaad. En weet je waarom ik dat weet? Omdat ik mijn in de zon heb gezet en hij is hartstikke dood. Oh. Echt niet doen dus. Heb ik hier ook stekjes? Ik denk dat ik hier ook een stekje van kan maken als je wil. Nee, misschien wel ja, want mijn is echt helemaal verloren. Spijt me zeen. Hij is echt mooi gegaan wel. En dan komen we aan bij deze kast. Mijn vriend zeurt altijd dat ik deze kast te veel vol zet met allemaal ditjes en datjes. Maar ik heb er nu ook wat gezellig wat plantjes in gezet en dat vind ik zelf heel erg leuk staan. Onder andere deze pannenkoekplant. En deze doen het echt zo ontzettend goed. Ik ken eigenlijk niemand die een pannenkoekplant ooit heeft vermoord. Die gaan gewoon heel erg goed. Dus dit is heel mooi. Volgens mij is dit het originele pannenkoekplantje die ik heb gehad van... Ook Serena? Ja, Serena geeft ons heel veel stekjes. Ik denk dat ik deze ook heb gehad van Serena. Ja. En die deed het zo goed dat ik er stekjes uit kon halen. Dus ik heb nu deze 2 baby's. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En die gaan ook echt super goed, zoals je kan zien. Die zijn echt aan het groeien. Hier had ik een stekje gemaakt van een vetplantje. Deze heeft het helaas niet overleefd. En dit is een potje waar een kaars in zat trouwens. Dus die heb ik gewoon herbruikt. Vind ik wel heel erg leuk.
Hierachter heb ik een cactus staan die ik ook al heel erg lang heb. Die heb ik waarschijnlijk zelf gekocht of misschien ook gekregen. En die doet het op zich nog wel goed. Maar ja, ik vind cactussen wel lastig. Want ik geef altijd te veel water. Cactussen zijn de makkelijkste planten. Ja, maar ik geef dan weer te veel water, waardoor ze het vaak niet overleven. Oh, oeps. Dus hier heb ik een paar die minder happy zijn. Een paar cactussen. En ik had deze plantarium, hoe heet dat ook weer zoiets? Ik heb hier een DIY van gemaakt, maar ik kan er niet op het woord komen. Plantenterrarium? Ja, deze heb ik zelf gemaakt en heb ik zelf de cactussen zo bij elkaar gedaan. Daar heb ik een hele leuke blogpost over, dus die zal ik wel eventjes linken in de beschrijving. En die vind ik ook gewoon nog steeds heel erg leuk staan. Dus die staat hier lekker in het midden te shinen. We kunnen alweer doorgaan naar achter. Dan komen we hier bij een hoekje dat ik heel vaak fotografeer. Wat je vaak wel voorbij ziet komen op mijn Instagram of op onze blog. Dat is een van mijn favoriete hoekjes. En ik heb hier ook meerdere planten staan. Hieronder heb ik een bananenplant weer staan. Deze heb ik gehad. Zou deze ook van Serene zijn? Oh my god, krijg je al je planten van Serene? Ja. Ik weet het even niet. Misschien heb ik deze ook gehad van Serena. Zou kunnen, want ik heb ook een bananenplant gehad. En ook mijn bananenplant heeft het niet overleefd. Ik dacht dat ik geen groene vingers had en jullie wel. Maar ja, blijkbaar toch wel groenere vingers. Ja, blijkbaar. Want ze gaan allemaal heel goed. Maar ik heb ook daar weer een gelukje voor. Want hier heb ik een stekje daar. Echt? Oh, yes. Een stekje. Deze blaadjes hieronder zijn wat minder happy. Dus waarschijnlijk heb ik weer te veel water gegeven de laatste tijd. Maar dit stekje zou een optie kunnen zijn voor jou als ik hem goed behandel. En ik vind deze plantpot ook heel erg leuk. Deze is weer van Intratuin. Die heb ik ook al een tijdje. Daar ben ik nog steeds echt super blij mee. Die vond ik wel heel erg leuk. Dus een van mijn eerste plantenstandaards volgens mij. Toen een beetje die hype kwam. Love it. Hierachter heb ik ook een heel leuk plantje staan. Deze heb ik op de Passar gekocht. Of ook wel de Tong Tong Fair tegenwoordig. Staat de audio aan trouwens? Ja. Oh. Ik heb hem al, tuurlijk. Ik heb alles onder controle. Ik dacht echt van, me helemaal vergeten. Terug naar de planten. Dit is een pandan plantje. Die hebben we gekocht op de Tong Tong Fair laatst toen we daar waren. En dat vond ik wel echt heel erg leuk. En volgens mij ruik je alleen niet aan het blad. Nee, je ruikt helemaal niks, wat ik heel raar vind. Nee, je moet het verwarmen. En ja, voor degenen die pandan niet kennen, het is een beetje te vergelijken met vanille. Dit plantje vind ik echt heel erg leuk. Die doet het ook best wel goed. Volgens mij ziet het er heel erg goed uit. En hij heeft meer blaadjes. Daar ben ik heel erg happy mee. Die staat ook weer in een hele leuke plantenstandaard. En ik weet niet helemaal zeker of het echt bij de plantentour hoort. Maar ik ga het er toch bij invoegen. En dat zijn mijn prachtige pluimen. Als je mij volgt op Instagram en onze blog, dan weet je dat ik gewoon dol ben op pluimen. Dus die heb ik hier staan. Die heb ik nu al meer dan een jaar. Nee, wel ongeveer een jaar staan. En ze zijn nog steeds even mooi als toen ik ze had afgeknipt. En daar heb ik ook een leuke blogpost over geschreven. Die zal ik ook even in de beschrijving linken. Maar pluimen, ja, die leven nu niet meer. Maar toch vind ik het wel. Maar ze blijven forever. Ze zijn gedroogd en mooi. Ja, precies. En over gedroogde planten gesproken. Dit is mijn eucalyptus. En dat was groen en dat is nu een beetje soort van bruin, rozig uitgeslagen. Omdat ze wel echt heel erg oud zijn. Maar ik vind het nog steeds wel heel erg mooi staan. Dus die heb ik hierin staan gecombineerd met gedroogde tarwe. Dat we volgens mij een keer in een perspakketje hebben gehad. Ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk staan. En dat staat gewoon in een houten tasje van Primark. En dat is gewoon decor geworden. En in dit hoekje heb ik ook heel veel leuke planten staan waar ik heel erg blij mee ben. Ook in dit hoekje is dit de allernieuwste aanwinst dat ik tegelijkertijd met mijn bananenplant gekocht. En dit is een olifantenoor. En deze doet ook echt super goed. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Want deze soort had ik nog niet staan. En ja, volgens mij is die wel zeer happy op deze plek. En ik heb deze in het superleuke bamboe plantenmandje, kratje eigenlijk gezet. En als je onze video's goed volgt, dan heb ik deze een keer laten zien in een shoplog. Maar ik heb besloten om deze lekker zelf te houden. Want ik zat erover na te denken om deze in onze webshop te gooien. Maar toen had ik mijn plant erin gezet en toen dacht ik, dit staat zo leuk in het hoekje dat ik hem toch maar zelf ga houden. Dus I'm sorry. Hij staat hier helemaal happy te zijn. Hieronder heb ik een aloe vera plant. En ook dit. Dus net zoals met die cactus en met alle vetplanten heb ik moeite om deze happy te houden. Zoals je kan zien, hij ziet er nog wel oké uit. Maar als ik heel eerlijk ben, hij heeft er beter uit gezien. Nou, vind ik wel. Je weet dat planten kunnen luisteren. Hè? Die kunnen horen. Je ziet er heel mooi uit. Oké. Okay. En dit potje vind ik ook echt super leuk. Deze heb ik tweedehands
gekocht. En ja, dat past natuurlijk gewoon echt super goed bij mijn interieur. Dus dat is leuk. Verder heb ik hier echt een te gekke plantenstandaard staan. Deze heb ik op de webshop van Vonk uitgekozen. Ben ik echt onwijs happy mee. En van de zomer of eind van de zomer had ik deze op mijn balkon staan. Maar ja, nu echt het balkonseizoen voorbij is, heb ik hem lekker in dit hoekje gezet. En het staat gewoon echt super leuk. En over plantenstandaard gesproken, ik heb er straks twee die ik jullie nog even wil laten zien. Want die komen in de webshop te staan. En als je hiervan houdt, dan is dat misschien een hele leuke tip. Want die zijn binnenkort te koop. Maar terug naar de planten. Ik heb hier een plant staan waarvan ik eventjes niet op de naam kan komen. En het leuke is dat deze plant het 1 heel erg goed doet. En 2, ik heb deze overgenomen van mijn vriendin Jolien. Die had echt super veel stekjes. Dus daar heb ik een paar van meegekregen. Dus ik had er echt stuk of, ja, wat was het? 8 of zo in mijn hand. Die heb ik allemaal in deze aarde geplant. In de hoop dat er minstens 1 het zou doen. Nou ja, volgens mij hebben ze het allemaal gedaan. Want het zit hier helemaal vol met allemaal kleine plantjes. En deze doen het serieus echt super goed. Als deze wat groter groeit, dan komen er soort van allemaal, ja, kleine baby's aan de onderkant van de blaadjes, volgens mij dat je het noemt. En die, dat zijn eigenlijk soort van de stekjes. Dus als je die gewoon los op de aarde legt, dan krijg je dus een plantje eruit. En dat is dus wat hier is gebeurd. En dat werkte echt gewoon onwijs goed. En jij had het volgens mij ook meegenomen, toch? Ja, mijn gaat ook als een tierenlier. Nog groter als deze? Ja, ik heb zelfs wat mijn, nou niet groter, maar ik heb al wel de balletjes om dat blaadje heen zitten. Heb jij dat ook? Nee, nog helemaal niets. Helemaal geen van die dingetjes. Maar hij doet het wel echt super goed. Dus dat kan waarschijnlijk wel binnenkort komen. En ik heb hier een andere plant. Deze heb ik van Tara gehad. Zij heeft een hele mooie hangplant. En die doet het bij haar echt onwijs goed. Die valt volgens mij helemaal tot aan de grond inmiddels. Mm-hmm. Het enige, er gebeurt mij helemaal niks. Gebeurt gewoon helemaal niks. Dit is het stekje zoals ik hem kreeg. En zo is hij al maanden op dezelfde manier. Dus ja, ik weet niet. Het wordt ook niet geel. Dus ik weet ook niet of nog meer geduld moet hebben. Maar geduld, ik heb deze echt al heel lang, hè? Minder dan een half jaar, maar wel lang. Nou ja, 3 maanden of zo. Zeker wel 3 maanden, dus. Weet je wat het is? Ik weet ook niet. Het was even een try-out van, kunnen we dit stekken of niet? Hij leeft nog. Ja. Wat je zegt, hij wordt niet geel. Dus waarschijnlijk moeten we gewoon even geduld hebben. En anders moet ik op een gegeven moment misschien even een ander plekje vinden. Want misschien vindt hij deze plek gewoon niet leuk. En dan heb ik hier weer een stekje van een Monsteria plant staan. Want ik had er ik had meerdere stekjes. Eentje heb ik gegeven aan Jolien. En die doet het bij haar echt onwijs goed. Zij woont in een plek waar allemaal ramen zitten. En die stek is echt huge geworden. Maar mijn eigen stekje, die ik heb gehouden, die doet het ook echt onwijs goed. Die heeft nu allemaal nieuwe planten of allemaal nieuwe bladeren gekregen. Weer van die stengels en alles. En ook deze plant zit trouwens in een oude kaarsenpot. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Weet je, hoeft niet altijd nieuwe potten te kopen als je dat niet wil. Dan gaan we nog iets meer naar beneden, want hier heb ik nog meer plantjes staan. Een leuke cactus staan. Deze heb ik ook echt al heel erg lang. Maar ook deze was vroeger groter dan nu. En hetzelfde voor deze. Die is ook wat kleiner dan die eerste was. Ja, ik heb echt moeite met cactussen. Ik wil gewoon te veel liefde en water geven. En dat vinden ze gewoon niet leuk. Maar deze cactus, deze heb ik ook al een hele tijd. En deze doet het nog wel best wel redelijk goed. En als je hierboven kijkt, nieuwe stekels, nieuwe. Hij is gewoon aan het groeien hier. Dus dat is wel echt heel positief. Hier zie ik het, hier zie ik het. En hierboven natuurlijk. Moet je kijken. Oh ja. Zij wordt nog groter dan. Ja, zeker. En hij is ook wel echt gegroeid hoor, sinds dat ik hem heb. Dus die doet het nog best wel goed. Oh, dit is ook leuk. Deze plant heb ik ook van mijn vriendin Jolien gekregen. En zoals je kan zien, hij doet het echt heel erg goed. Hij is echt helemaal, ja, groot gegroeid. En ik heb op dit moment zelfs bloemetjes. Er zitten hele leuke witte bloemetjes aan met gele, stuifmeel erin. Dus dit ziet er wel echt super vrolijk uit. En volgens mij kan ik hier meerdere stekjes van maken zelfs. Dus mocht je interesse hebben. DM'en. Ja. En ik heb hierboven ook een heel leuk hangmandje. En hier zit weer een pannenkoekplantje in. Die redelijk happy is volgens mij. Ik weet niet zeker of die het echt heel leuk vindt om hier te hangen. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk staan. Dus die woont daar nu. En dan hebben we ook nog deze plant. Deze hebben we gehad voor onze housewarming. Dus deze heb ik nu 2 jaar. Volgens mij ga ik wel richting 3 jaar, of niet? Dat ik hier woon. Ja. En deze heeft ze ook echt. Deze gaat ook gewoon heel erg goed.
Die is eigenlijk gewoon altijd happy geweest. Nooit problemen mee gehad. Hij is echt flink gegroeid. Maar ja, toch heel erg verstopt, hè? Ja, toch wel heel erg verstopt. Maar dat is echt omdat ik echt al meerdere keren... Dit doet best wel pijn als je dit doet. En je wilt het echt niet in je ogen krijgen. Ze hebben een beetje een haat-liefdeverhouding. Ja, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Hij komt nu echt goed over de bank heen. En hij heeft licht. En toch doet hij het gewoon heel erg goed. Dus ik heb iets van, ja, ondanks dat hij verstopt zit, is hij toch happy. Dus ik denk, ja, dan zijn we allebei happy. Dit is plantenvaasje Flowey. Deze stond eerst in onze webshop. Maar ik heb hem voor mezelf gehouden omdat ik eigenlijk heel erg verliefd was op dit vaasje. En hierin heb ik deze gedroogde tarwe grasjes weer staan. Want het staat gewoon lekker landelijk. En love it. Love it. We gaan nu even naar de andere kant van de kamer. Want daar heb ik nog een aantal plantjes. En die moet natuurlijk ook genoemd worden. Dit is mijn werkhoek. Zeg maar, dit is de eetkamer. Die wordt nooit gebruikt om aan te eten. Maar hier werkt Tara en ik altijd. Dus hier wilden we graag ook wat plantenvriendjes hebben. Allereerst heb ik hier een lamp. Hier zit aarde in. En hier zaten meerdere plantjes in. Nu zitten er nog twee in. Jeetje, dit was echt geen succes. Dit is zeg maar een lamp waar je planten in kan houden. En dat wilden mijn vriend en ik heel graag. Het leek ons heel erg leuk. Maar in de praktijk is het echt lastiger dan je denkt. En ik heb ze gewoon niet levend kunnen houden. Dus op deze twee na die er nog in zitten. Ja, dit is wel heel sad. Ja. Dit is wel echt... Dat had je beter niet kunnen laten zien. Ja, we blijven real toch? Dit kanaal. Misschien hebben de mensen wel tips. Ja, let me know. En dan dus... deze lamp is misschien binnenkort ook wel te kopen. Ik heb ook dit super leuke plantenpotje. Deze heb ik besteld op AliExpress. Ik denk dat we deze in een video vorig jaar voorbij hebben laten komen. En die was echt perfect voor dit vetplantje die ik heb. Het was echt perfecte maat. En het lijkt nu net alsof dit poppetje haartjes heeft. Is niet hilarisch? Ja. Ook dit is een vetplantje. En dat betekent dat ik... Dat hij binnenkort dus weer doodgaat? Niet happy is bij mij. Vetplantjes en ik. Ziet er wel happy uit. Maar dan kijk je goed en dan denk je, ah, dat had beter gekund. Dus die hebben we hier staan, want ik vind het wel heel erg vrolijk om naar te kijken. En dan hebben we hier een hele grote plant staan. Deze is oorspronkelijk van mijn vriend. En je zou misschien denken van, oh, deze staat wel heel zielig in zijn eentje. Een beetje soort van weggestopt. Maar ik kan je echt met zekerheid vertellen, deze plant is hier zo ontzettend happy. Hij heeft echt max veel bladeren. Hij heeft nog nooit zoveel bladeren gehad wanneer hij op deze plek staat. Dus hij is echt helemaal happy en ik zit hier ook heel vaak, dus misschien heeft dat ermee te maken. Jongen, ja, jouw energie, hè? Ja, mijn vibes. En weet je wat ook leuk om te weten is? Deze plant wil heel veel water. Dus zoals ik al vertelde, vetplanten geef ik te veel water. Want ik hou gewoon van water geven. Ik hou gewoon van liefde geven. Maar liefde is in de vorm van water. En deze plant is echt super dol op heel veel water. En ik heb hier een super leuke accessoire. Dit is zeg maar, hier kan je dus, deze kan je aan de muur hangen. En dat is een soort van plantenwandkastje. Nou ja, niet per se voor planten. Je kan er echt alles op kwijt. Maar ik vond hem gewoon heel erg tof. En hier wil ik heel graag een plantje op doen die dan zeg maar zo mooi naar beneden drapeert. Mm, yeah. Dus vandaar dat ik heel graag wil dat die hangplant die ik van daar heb overgenomen, dat hij het nou even een keer gaat doen. Want dan krijgt hij een super mooi plekje. Misschien moet je deze bij die plant inzetten om hem te motiveren. Oh ja, zo van dit wordt jouw mooie plek inderdaad. Maar dus dit is een super leuk ding, maar ik heb hem dus nog steeds niet opgehangen omdat ik ook nog niet de juiste plek heb gevonden. Ja, we gaan nog eventjes verder. Ik heb nog een paar plantjes in de hal en in de keuken. Oh, trouwens, wat ik helemaal ben vergeten. Zoals je misschien wel had gezien in die plantenstandaard, had ik één verdieping die leeg was. En dat is omdat daar een peperplantje stond. Die heb ik van mijn tante Mariska gehad uit Duitsland toen we daar laatst waren. Maar ik ben er vanmorgen achter gekomen dat er heel veel luis op zit. Ja, kreeg ik een beetje de kriebels van. Dus ik heb dat plantje nu heel veel op het balkon gezet. En ik kan wel heel veel laten zien hoe die daarbij staat. Zo zielig, maar ik kreeg gewoon kriebels dat er dus luis op zat. En ik wist dat Tara zou komen en die komt gewoon het huis niet in dan. Nee. Kijk. We hebben een heel mooi achtergrondgeluid op dit moment. Maar hier zitten heel veel luizen op. Je kan het hier een beetje zien. Maar ze bewegen allemaal niet. Dus ik weet nog niet wat er is gebeurd. Maar dit zijn rode pepers. En die kan je ook echt gebruiken in je eten straks. Dus dat is wel echt heel erg cool. Ik wacht nog heel veel bericht van onze tante wat ik er nou mee moet gaan doen. Oh my god.
Ja, ik schrik er niet zo heel erg van als jij, hè? En dit is ook misschien wel even heel kort benoemenswaardig. Dit zijn mijn kruidenplantjes die nu toch echt wel het leven hebben gelaten. Behalve deze. Die is nog wel redelijk happy. Dit is basilicum volgens mij. En de rest is overleden toch. Oh, kijk. Hier hebben we nog twee planten. Een cactus die niet happy is. Er is. Ja. Weet je wat trouwens ook nep is? Ik weet niet of jullie dit weten. Dit roze wat erop zit, dat zit er vaak gewoon in met een houten prikker. Dit is gewoon niet echt. Ja, zielig is dat eigenlijk, hè? Ja, dus ze hebben eigenlijk gewoon twee cactussen in elkaar geprikt. En dat wist ik niet. Anders had ik het denk ik niet genomen. Maar je kan het hier een beetje zien. Er zit gewoon een houten prikker in. Oh, maar dit is wel echt. Want ja, dus het is wel echt. Maar het hoort niet op elkaar volgens mij. Heb ik hier ook twee airplants? Wat zijn... Oh my god. Was dat stom? Ja. En die zijn ook niet super happy, deze airplanten. Ja, vind je het gek met zoveel stof vind op dat ding? Vind ik ook heel lastig. Ik weet dat, zeg maar, vetplanten, cactussen, nee, dit meen je niet, toch? Dit en meen je airplants, niet. Daar moet je al helemaal niks aan doen. Nou, dan doe ik er niks aan en dan heb je dit. Dus ja. Ja, maar hier kan je niks aan doen. Ja, maar waarom zijn ze nou dood want dan? Want wat zijn airplants? Planten die geen water nodig hebben. Ja, dan doe ik niks en dan gebeurt het alsnog. Dus ja, ik vind misschien het allemaal moet lastig. Je de lucht in je huis wat meer zuiveren en wat meer stof zuigen. Want wat je er net vanaf blies. Oh, ik weet niet waarom mijn planten niet happy zijn. En jongens, ik heb hier weer hele mooie pluimen. Ik ga er gewoon overheen. Ik heb hier hele mooie pluimen staan, zoals daarachter. En twee keer deze leuke katoenbolletjes. Ze zijn ook echt super gaaf en dit past gewoon echt heel erg bij mijn stijl, al dat bruin. We zijn hier in mijn hal, dus het zal wel vreselijk galmen. Ik heb hier weer een heel leuk vetplantje staan. Deze doet het best wel oké. En een heel mooi potje. Deze heb ik volgens mij bij Sostren en Krennen vandaan, want ik vond dit bruine kleurtje heel erg leuk. En deze staat hier. En we gaan nu naar de keuken. Hier heb ik nog niet super happy plantjes staan, als ik heel eerlijk moet zijn. Ik heb hier een... Is dit een tour van de Rissa's Not Happy Plants? Ja, dat is wat minder. Je ziet wel een beetje dat deze iets meer verwaarloosd worden ten opzichte van de huiskamer. En ook weer, dit zijn vetplanten. En die kan ik gewoon niet levend houden. Deze, die is nog wel going... Weet je wel, die is nog, het is nog een vechter, zeg maar. Die heeft ook een haat-liefde verhouding met mij. Met mij gewoon. Die wilt ook... Wel een niet leven dus. En dan heb ik hier het allerschattigste cactusje in de hele kleine wereld. Moet je kijken. Dit is echt zo'n ontzettend schattig ding. En deze heb ik al wel heel erg lang. Die wilt ook gewoon. Dit is echt een strijder wel. Ook al ben ik niet de beste verzorger. Maar moet je kijken hoe ontzettend schattig dit is. It's so tiny. And it's a little tiny pot. En wat ik jullie nog eventjes wil laten zien. Is dat ik twee super toffe vintage. Deze komen echt uit de jaren 60. Plantenstandaards heb. Deze komen in onze webshop te staan. En ik dacht, mocht je ook zo'n super toffe hoogte, ja, willen spelen met hoogte met je planten, dan zijn deze wel echt heel erg leuk. En deze zijn gewoon echt heel erg tof. Dus ik zal even wat plantenpotten erbij pakken. En krijg een beetje een idee van hoe dit dan werkt. Want het is wel echt heel erg leuk. Even kijken, is deze... Ik moet even, dus even passen en meten. Misschien is deze net iets te groot. Beetje scheef. Misschien iets kleinere potten doen. Even voor het idee, jongens. Leuk. Tadaa! Dit is toch leuk? Dus je kan er vier potten in doen. En die kunnen er drie in. Want die is net ietsje kleiner. En deze heeft zeg maar het slangenkopje. Dus dat wilde ik jullie even laten zien. Van, is gewoon heel erg leuk zo'n plantenstandaard in je interieur. En zoals ik zei, een beetje zelfpromotie mag toch wel. Dus ja, deze komt binnenkort in onze webshop te staan. Helemaal leuk. Wat is deze dan hier? Oh, wacht. Shit, ja. Deze is nep. Oké. Okay. Dit is een hele leuke plantenhanger van Casa. En dit is een nepplant, ook van Casa. En deze heb ik hier gewoon hangen, want dat vind ik gewoon heel erg leuk staan. En zoals ik al zei, ik wacht nog steeds op die hangplant. Trouwens, ik heb nog een andere, ik weet niet of jullie hadden gezien. Die daar staat, is ook een nepplant. En die is ook van Casa. En die kleine blaadjes daarachter ook. Lots of plants! Urban Jungle. Dit was mijn spreekbeurt. Dit was mijn spreekbeurt over planten. Hebben jullie nog vragen? Zo, nou dat was mijn plantentour. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe ze in mijn interieur staan. Hoe gezellig het staat. En ik ben er gewoon echt heel erg blij mee. Elke keer als ik naar mijn plantjes kijk, dan denk ik... Ah, wat is het gezellig. En dat komt door de looks van de planten. Maar ook omdat ik eigenlijk wel bij elke plant wel een soort van verhaaltje heb. Een verhaal over hoe deze plant hier is gekomen. Bijvoorbeeld als housewarming gift. Maar ook omdat ik heel veel planten gewoon heb gekregen. Dus als ik er naar kijk, dan denk ik ook meteen aan die persoon. Dus dat is een beetje extra wat deze planten in mijn interieur voor mij doen. En dat vind ik gewoon heel erg gezellig. Zoals ik jullie al vertelde aan het begin van deze video, heb ik ook drie manieren waarop je op een budget
proof manier aan nieuwe planten kunt komen. En dat is 1, planten krijgen van vrienden of familie. Ik heb meerdere planten gekregen van Serena. Ik heb ook een aantal van Jolien gekregen. En in de meeste gevallen waren dat stekjes van hun eigen planten. Weet je, als planten dus groter groeien, krijgen ze stekjes, eigenlijk zo van kleine babytjes. Die kun je uitgraven en in een apart potje doen. En die kan je dan weggeven aan andere mensen. Dus daar heb ik er een paar van gehad. Ik heb zelf ook wat plantjes weggegeven. En dat is gewoon een hele leuke manier om gewoon een soort van gratis cadeautje eigenlijk te geven aan iemand anders. Nou, mocht je niet heel veel plantenliefhebbers in je omgeving hebben, dan heb ik een tweede tip. En dat, die tip heb ik trouwens gekregen van de man van Jolien. Dat is de app Stek. Of Stekje, een van de twee. Ik zal eventjes alle info in de beschrijving zetten. En dat is een hele leuke app, want hierop zitten allemaal plantenliefhebbers. En iedereen kan zijn eigen stekje aanbieden op de app. En dan bijvoorbeeld gewoon weggeven. Of je geeft een stekje weg in ruil voor een ander stekje die jij weer wil hebben. Dus het is eigenlijk een soort van hele grote community van plantenliefhebbers bij elkaar. Die elkaar wel of niet kennen. En op deze manier kan je dus ook weer in contact komen met andere mensen. En stekjes uitwisselen. En dat is echt gewoon super leuk om daar ook even op rond te kijken. En op deze manier dus aan nieuwe gratis plantjes te komen. En de derde optie is niet helemaal gratis, maar wel zeker budgetproof. En dat is breng een bezoekje aan de plantenhal in Rotterdam. Zit eigenlijk allemaal een beetje in de omgeving Rotterdam en eentje in Zeeland. En deze tip heb ik gekregen van Jenny van de blog. Ik ging ik had al een beetje wel zin om richting Rotterdam te gaan, de stad in te gaan. Dus we gingen ook daarvoor nog eventjes naar de plantenhal. En zoals de naam al zegt, het is een hal met onwijs veel planten, maar vooral voor super budget prijzen. Het is echt niet te vergelijken met een ander soort tuincentrum, want de prijzen liggen hier echt vele malen lager. En dat is gewoon echt super mooi meegenomen natuurlijk. Toen ik daar was, had ik de bananenplant gekocht die hier achter mij staat. En ook de olifantsoor. En voor beide heb ik echt maar een paar euro betaald. Echt veel minder dan ik bij een andere plek zou betalen. Dus dat was echt super mooi meegenomen. En daarom wilde ik deze tip ook nog eventjes delen. Want het is gewoon een hele handige en budgetproof manier om aan een nieuwe plant te komen. Wil je nou nog meer informatie over deze 3 tips? Ik heb er ook nog eventjes een aparte blogpost over geschreven. En die vind je op onze blog endlessweekend.nl. Daar vind je nog wat meer informatie hierover. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En laat me ook vooral eventjes weten of jij thuis ook planten hebt staan. Ben jij plantenlover? Heb jij groene vingers? Welke planten heb je thuis ook staan? Laten we gewoon lekker een gesprekje beginnen in de comments. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Abonneer natuurlijk ook nog. Ik zou het bijna vergeten. Vinden we heel erg leuk. En ik zie je heel snel weer in de volgende video. Doei doei!